Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Samen maken we HHC. Amit, wat werd er zojuist in de kleedkamer gezegd? Ja, dat we ons huid duur hebben verkocht. En groot compliment van hoe we stonden als team. Je zag dat we aanvallend ook wel wat kansjes hadden. Maar als je ziet hoe we verdedigend hebben gestaan met z'n allen, groot compliment. Jullie hebben eigenlijk alleen die achtste minuut hebben jullie echt dat weggegeven. En die bal die jij van de lijn haalde. Ja. Anders had ik het nog wel even willen zien hoor. Want wat je zegt, ze hadden niet veel kansen. Ze waren wel dreigend, maar niet echt dat je zag 100% kansen. Behalve die twee. Ja, dan zie je toch wat het verschil is in dit niveau. Dat ze die ene kans dan wel afmaken. Hoe gingen jullie hier van tevoren naartoe? Want iedereen denkt van tevoren, in principe gaat de AZ winnen. En dat hebben ze ook gedaan. Maar eigenlijk kunnen jullie wel met opgeheven hoofd natuurlijk het veld verlaten. We hadden met elkaar afgesproken wat het resultaat ook zou zijn. Dat we met een trotsgevoel hier weggaan. En wat ik zeg, ons huid duur verkopen. En het zo moeilijk mogelijk maken. En ik denk dat we dat wel hebben gedaan. Had je eigenlijk ook het gevoel dat je hier in elk geval nou een verlenging uit had kunnen slepen? Ja, dat zeker. We hadden niet veel kansen. Maar als je toch het geluk hebt dat die kansen er dan wel invliegen, dan wil ik het wel echt zien. Want wat ik zeg, we stonden collectief echt goed. Ja. Wat voor gevoel stap je dan zo die bus weer in op weg terug naar Hardenberg? Ik persoonlijk opgeven. Maar aan de andere kant ook wat teleurgesteld. Want wat je zegt, als je die goal of die eerste minuut die kans aan hun niet had gegeven, dan wil ik het echt wel zien. En ik als sportman wil het maximale eruit halen. Hè. En ik wil hier wel een verlenging uitslepen. Ja. Mooi was dat normaal gesproken de verliezende partij eigenlijk meteen zo'n beetje de kleedkamer induikt. En nu was AZ eigenlijk meteen de kleedkamer in en stonden jullie nog heel lang op het veld. Kun je vertellen wat je denkt op zo'n moment als je dan staat te klappen voor al die meegereisde Hardenbergse supporters? Ja, het was echt kippenvel. Als je kijkt hoeveel mensen hierop zijn afgekomen uit Hardenberg. Echt respect voor ze. En ik denk dat we hun hebben laten zien dat we echt ons best hebben gedaan. En het maximale ervoor hebben gedaan. En ik denk dat ze daarvoor ook trots zijn. En wij als team zijn ook echt trots op zo'n fanclub. Ja. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Samen maken we HHC.